Goeiedag, ik ben Florian de Graven van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. En in dit filmpje, Taalvereisten in de taxisector, zal ik samen met jullie alles overlopen wat er relevant is op vlak van taalvereisten in de taxisector. Dit filmpje is opgenomen in maart 2024. Stel dat je dit bekijkt op een later moment, controleer zeker of de informatie in het filmpje nog allemaal geldig is. Dit is de inhoudstafel van het informatiefilmpje. Als eerste gaan we over de wetgeving rond taalvereisten voor taxichauffeurs het overzicht geven. Daarna gaan we kijken wat het Europese referentiekader voor talen is. Als derde gaan we kijken naar de geldige documenten die een taxichauffeur kan indienen om zijn taalniveau te bewijzen. Als vierde gaan we een blik werpen op de erewoordverklaringen. Als vijfde gaan we de overgangsmaatregelen die de Vlaamse overheid heeft voorzien overlopen. En als zesde en laatste gaan we kijken hoe een taxichauffeur nu het bewijs van taalniveau kan indienen. Maar als eerste gaan we dus de wetgeving rond taalvereisten voor taxichauffeurs overlopen. Sinds 2020 is het verplicht om als taxichauffeur steeds een bestuurderspas bij u te hebben wanneer u ritten in het kader van individueel bezoldigd personenvoer aan het uitvoeren bent. Aan die bestuurderspas, om die te krijgen, zijn er verschillende voorwaarden gelinkt. En een van die voorwaarden is dat u over een minimale kennis van het Nederlands beschikt. Die minimale kennis is de kennis van het Nederlands op het B1-niveau, richtgraad 2.1 en 2.2, ook wel het B1-min-niveau genoemd. U kunt wel al starten en al een bestuurderspas krijgen wanneer u het taalniveau A2 beheerst. Maar dan moet u wel binnen de 2 jaar evolueren naar het niveau B1, richtgraad 2.1 en 2.2. Maar nu het A2-niveau, het B1-niveau, wat is dat precies? De Europese Unie heeft het Europees referentiekader voor talen ontwikkeld en dat geeft aan op welk niveau iemand een taal beheerst. In totaal zijn er 6 niveaus. Er zijn 3 grote, brede niveaus die opgesplitst zijn in elk 2 tussenniveaus. Het eerste brede grote niveau is het A-niveau en dat is een basisgebruiker. Daarna komt het hogere B-niveau, dat geldt als onafhankelijk gebruiker, en het hoogste, het C-niveau, en dat is dan een vaardige gebruiker. Ieder breder niveau is opgesplitst in 2 tussenniveaus, namelijk het 1-niveau en het hoger 2-niveau. En dat leidt ons tot 6 niveaus, namelijk het A1-niveau, het A2-niveau, het B1-niveau, het B2-niveau, het C1-niveau en het C2-niveau. Onderaan deze slide zie je ook een overzicht van de verschillende niveaus en let daarbij ook op de Engelse namen die gebruikt worden voor de verschillende niveaus. Zo heb je het Breakthrough-niveau voor het A1-niveau, de Y-stage voor A2 en de Threshold voor B1. Deze zullen ook soms op talentesten tevoorschijn komen. In de wetgeving van de taalvereisten voor taxichauffeurs wordt er ook gesproken over richtgraden. De Vlaamse overheid heeft beslist om de verschillende niveaus op te delen in richtgraden, waarbij iedere richtgraad 120 uur les vereist in een standaard traject. Het A1-niveau is 1 richtgraad en het A2-niveau is ook 1 richtgraad. Wanneer je die 2 gevolgd hebt na 240 uur les, zou je dus normaal het A2-niveau beheersen, richtgraad 1.2, en dat is voldoende om te starten als taxichauffeur. Daarnaast komt het B1-niveau, dat opgesplitst is in 4 verschillende richtgraden, opnieuw elk 120 uur lestijden in het standaard traject. Wanneer iemand het richtgraad 2.1 en de richtgraad 2.2 gehaald heeft, heeft hij voldoende minimale kennis van het Nederlands om aan de slag te gaan als taxichauffeur. Maar natuurlijk moet ook het taalniveau kunnen bewezen worden en daarom een overzicht van alle geldige documenten die een taxichauffeur kan indienen om dat taalniveau te bewijzen. Als eerste zijn er officiële taaltesten en diploma's van Nederlands als tweede taal. Afhankelijk van welk niveau er op het diploma of de taaltest vermeld staat, is dat voldoende voor het A2 of het B1-min-niveau te bewijzen. Natuurlijk, wanneer iemand bijvoorbeeld het hogere C1-niveau haalt, kan hij dat ook gebruiken als bewijs voor het B1-min-niveau. Daarnaast zijn er ook Nederlandstalige diploma's. Dit zijn bijvoorbeeld diploma's van een Nederlandstalig secundair onderwijs of een Vlaamse universiteit of hogeschool. En die zijn voldoende om het B1-min-niveau te bewijzen. Als derde zijn er ook studiegetuigschriften.
Dat zijn eigenlijk bewijzen waarmee iemand kan aantonen dat hij Nederlandstalig onderwijs gevolgd heeft. Wanneer hij 480 lestijden of meer gevolgd heeft, is dat voldoende om te bewijzen dat hij B1- spreekt. Daarnaast heb je ook anderstalige diploma's. Dat is bijvoorbeeld een diploma in het Waalse secundaire onderwijs. En wanneer er in dat diploma minstens 240 lesuren Nederlands gevolgd zijn, is dat voldoende voor het A2-niveau. Zijn er minstens 480 lesuren Nederlands gevolgd, is dat voldoende voor het B1-niveau. Daarnaast heb je ook nog de erewoordverklaring Nederlands. Die kan ofwel door de ambtenaar worden opgesteld ofwel door de aanvrager. En die is ook voldoende voor het B1-niveau te bewijzen. Maar dat wordt wel gezien als een laatste redmiddel voor personen die alle bovenstaande documenten niet kunnen gebruiken, omdat ze ze bijvoorbeeld kwijt zijn om hun taalniveau te bewijzen. Op deze slide wil ik nog even dieper ingaan op de erewoordverklaring Nederlands B1-. Wanneer een toekomstig taxichauffeur alle andere documenten niet kan indienen omdat hij ze bijvoorbeeld kwijt is, kan hij dus er ook voor kiezen om een erewoordverklaring Nederlands B1- in te dienen. Hier zijn hierbij twee opties, namelijk een optie waarbij dat de aanvrager de erewoordverklaring opstelt of een optie waarbij dat de gemeenteambtenaar de erewoordverklaring opstelt. In het eerste niveau zal de aanvrager in een liefst zelfgeschreven document verklaren dat hij voldoende Nederlands spreekt om het beroep uit te oefenen en ook aantonen waar hij die kennis van het Nederlands heeft opgedaan, bijvoorbeeld op de middelbare school. In het tweede geval, de verklaring door de gemeenteambtenaar, zal de gemeenteambtenaar bevestigen dat de persoon die hij of zij gezien heeft aan het loket van het stad- of gemeentehuis voldoende Nederlands spreekt om het beroep taxichauffeur te kunnen uitoefenen. Naast de erewoordverklaring B1- is er ook nog een erewoordverklaring A2. Dat is een erewoordverklaring die kan ingediend worden wanneer iemand start met het A2-niveau. Deze is niet verplicht, maar wel vanuit de Vlaamse overheid sterk aangeraden. Met deze erewoordverklaring willen we aan de toekomstige taxichauffeur duidelijk maken in welke situatie hij zich bevindt. Hij mag starten als taxichauffeur in Vlaanderen, maar hij heeft nog niet de minimale kennis van het Nederlands om blijvend aan de slag te gaan als taxichauffeur. Hij weet hiermee dat hij slechts 2 jaar heeft om naar het B1-niveau, richtgraad 2.1 en 2.2, te groeien. Om de overgang van het oude taxidecreet naar het nieuwe taxidecreet vlotter te laten verlopen, heeft de Vlaamse overheid 2 overgangsmaatregelen voorzien. Deze overgangsmaatregelen gelden voor iedereen die al reeds het A2-niveau heeft. Als u als chauffeur voor 1 juli 2022 uw bestuurderspas hebt ontvangen, dan bent u vrijgesteld tot 30 juni 2024 om het niveau B1- te halen. Daarnaast hebt u ook nog de tweede overgangsmaatregel. En die geldt voor alle chauffeurs die voor 1 juli 2023 een bestuurderspas hebben gekregen en die zijn vrijgesteld tot 30 juni 2025 om het niveau B1- te halen. Hieraan is er wel nog een extra voorwaarde gekoppeld die op de volgende slide zal besproken worden. Wanneer een persoon die het gestart is met het A2-niveau na 2 jaar nog niet het B1-niveau haalt en ook niet meer valt onder een van de overgangsmaatregelen, dan kan de stad of gemeente de bestuurderspas intrekken. In dat geval mag de chauffeur niet langer het beroep van taxichauffeur uitoefenen. Om dus gebruik te maken van de tweede overgangsmaatregel, die de bestuurder tijd heeft tot 1 juli 2025 om het nodige taalniveau te bereiken, moet er wel een inschrijvingsbewijs ingediend worden voor 30 juni 2024. Dit moet een inschrijvingsbewijs zijn waarmee de chauffeur kan bewijzen dat hij een cursus aan het volgen is die zijn niveau van het Nederlands verbetert. Hij kan deze cursus volgen via 2 centra, namelijk een Centrum voor Volwassenenonderwijs, ook wel een CVO genoemd, en het Universitaire Talencentrum dat gekoppeld is aan een universiteit. Er zijn 2 CVO's die specifiek voor de taxisector een NT2-cursus, dus een Nederlands als tweede taalkursus, hebben opgericht en die is gericht op taxicursisten. Dat zijn KISP en Curios. En deze cursus is zowel qua vorm als qua inhoud eigenlijk toegepast op het leren van een taxichauffeur. Zo is hij makkelijk te combineren met hun werk als taxichauffeur en is hij ook inhoudelijk aangepast om woorden te gebruiken die een taxichauffeur in het dagelijkse leven vaak zal gebruiken. Meer informatie hierover vindt u op hun site.
Dat bewijs aan taalniveau moet natuurlijk ook ingediend worden en daarvoor kan de taxichauffeur contact opnemen met de stad of gemeente waar de bestuurderspas is afgeleverd. Wanneer de lokale ambtenaar het document dan gekregen heeft, zal hij het controleren en het document toevoegen aan Kantoris 2020. Hij zal daarbij ook het juiste taalniveau aanduiden, zodat het systeem ook weet dat deze chauffeur het wettelijke minimum taalniveau beheerst. En daarmee zijn we aan het einde van het informatiefilmpje taalvereisten in de taxisector gekomen. Moest er nog bijkomende vragen zijn, kan u steeds contact opnemen met taxi@mooie.vlaanderen.be en dan zullen wij ons best doen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.